Nederland heeft te maken met veel bewolking. En dat betekent een grijs beeld. En ook in de aanvoerrichting zien we eigenlijk alleen maar wolken voor ons klaar liggen. Die wolken boven Engeland komen onze kant op. En dat betekent dat we vooralsnog te maken hebben dus met een grijze wolkendeken. Overigens is die bewolking ook af en toe zo dik dat er wat lichte regen of motregen valt. Vanavond vooral in de zuidelijke helft van het land. Temperaturen gaan maar langzaam omlaag. Uiteindelijk vannacht temperaturen van zo'n 7 tot 10 graden. Hier en daar wat motregen, bewolking. Heeft de overkant. Mocht er een gaatje ontstaan, dan wordt het ook meteen nevelig of zelfs mistig. Ook morgen overdag in het algemeen een vrij grijs weerbeeld met van tijd tot tijd wat regen of motregen. Temperaturen wel aan de hoge kant. Het wordt 10 tot 12 graden. De wind is zuidwest en matig van kracht. Donderdag nog zo'n dag, weinig verandering. Vrijdag begint het weer wel te veranderen, want dan trekt een storing over in de vroege ochtend. Daarna breekt de zon af en toe door en is het een tijd lang droog. Er zit ook iets minder zachte lucht achter en dat merken we vooral op. Zaterdag, want dan wordt het 7 tot 9 graden. In het weekend is het overigens wel heel buiig weer. Met wel zonnige momenten, maar ook dus buien en van tijd tot tijd vrij veel wind. Gaat er dan op langere termijn wat veranderen? Nou, eigenlijk valt dat allemaal wel tegen. Het lijkt erop dat volgende week de temperaturen ietsjes dalen. Dat vooral de nachten mogelijk wat kouder worden. Maar een inval van de winter, daar is echt absoluut voorlopig geen sprake van. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.